Dit is College 10 en eindelijk, het is zover. We gaan praten over mijn lievelingsonderwerp, de liefde. Dit college gaat helemaal over aantrekkingskracht en relaties. En bij dit college zal je verschillende dingen merken. Ten eerste dat ik best wel wat afwijk van het boek. Veel meer dan bij de andere colleges. En dat komt omdat ik niet alle informatie in het boek even relevant vind. En ik vind de structuur ook niet zo mooi van het hoofdstuk. En ja, ik wil gewoon nog heel veel toevoegen. Want ik ben zelf een expert op het gebied van liefde en relaties. Ik doe daar al zo'n 16 jaar onderzoek naar. Dus ik weet er best wel veel over te vertellen. Dit college zal dan ook zeker het langste college zijn van alle colleges. En ik hoop dat jullie het net zo leuk gaan vinden als ik. We gaan dit college beginnen met praten over waarom relaties eigenlijk zo belangrijk zijn. Waarom ik er zoveel mee bezig ben, zo gefascineerd door ben. En waarom jij er ook best wel veel mee bezig zou moeten zijn en waarschijnlijk ook bent. We gaan praten over de wetenschap van relaties. En allereerst vind ik het belangrijk voor jullie om te weten dat die wetenschap van liefde en relaties is best wel nieuw, is best wel jong. We hebben bij sommige colleges gezien dat die onderzoeken van sociaal-psychologen soms wel eeuwen teruggaan. Maar dat is absoluut niet het geval bij onderzoek naar liefde en relaties. Dat is best wel een jong vakgebied. En heel lang werd de liefde gezien als iets wat je helemaal niet kan onderzoeken. Wat ook helemaal niet wetenschappelijk onderzoek waardig is, want het is gewoon maar een beetje soft en allemaal niet zo belangrijk. Nou, daar kwam verandering in 1958. En daar kwam verandering in door het onderzoek van bioloog Harry Harlow. En Harry Harlow ging onderzoek doen bij aapjes. Bij jonge babyaapjes. Hele schattige kleine aapjes. En hij was eigenlijk een van de eerste die bedacht, misschien is het wel belangrijk dat je het gevoel hebt dat er iemand om je geeft. Dat het niet alleen maar belangrijk is als jij heel jong bent, dat je te eten krijgt, te drinken krijgt, dat je een plek hebt om te slapen, dat je veilig bent. Maar misschien is het ook wel belangrijk dat er iemand is, ja, om vast te houden, om dichtbij te zijn. Dit was zijn verwachting en zijn onderzoeksvraag. En om dit te testen ging hij aan de slag. En dat deed hij door babyaapjes te scheiden van hun moeder bij de geboorte. En bloot te stellen aan verschillende experiment settings. En in zijn klassieke experiment had hij een babyaapje, plaatste hij in een ruimte samen met twee surrogaatmoeders, een soort van namaakmoeders. En een van die surrogaatmoeders verzorgde het voedsel, in dit geval een flesje melk. En de andere surrogaatmoeder die gaf helemaal niks, had geen eten, geen manier om melk te geven aan dat babyaapje. Maar die was wel heel erg lekker warm en zacht. En op die manier straalde ze veel meer uit dat het echt een moederfiguur was. En uit de onderzoeken van Harry Harlow bleek, en echt een overweldigend resultaat, dat het eigenlijk veel belangrijker is voor babyaapjes dat ze een gevoel hebben van comfort, van veiligheid, veel belangrijker dan dat ze te eten krijgen. Dus dat als ze mogen kiezen tussen een bedraden moeder die wel eten geeft, maar niet lekker warm is, of een lekker warme moeder die geen eten geeft, kiezen ze voor de lekker warme moeder. En ik zal jullie zo meteen een stukje film laten zien waarin Harry Harlow zijn experimenten uitvoert met deze babyaapjes. Voordat ik dat ga doen, wil ik jullie wel waarschuwen. Want voor sommigen, is dit best wel onprettig om te zien. Omdat het natuurlijk verschrikkelijk is wat er gedaan is met die babyaapjes. Ze zijn gescheiden bij de geboorte van hun moeders. Nou, dat is natuurlijk heel erg zielig. En je ziet ook dat die aapjes ook soms best wel gestrest zijn en bang zijn. Dat zie je ook in die experimenten. Ik denk wel dat de bedoelingen van Harry Harlow heel goed waren. En we hebben heel veel geleerd van deze experimenten. Juist dat het dus essentieel is om op te groeien bij jouw verzorgers. Om iemand te hebben om je aan vast te klampen, om je vast te houden en die echt voor jou zorgt. Maar dat wisten we toen nog niet. En Harry Harlow heeft dat ontdekt. En ja, dus het is wel belangrijk om te weten dat wat je nu gaat zien, dat vandaag de dag die experimenten nooit meer uitgevoerd zouden worden. Er zijn ook nog wel veel ergere experimenten uitgevoerd. Overigens, zelfs bij jonge baby's, menselijke baby's. Nou, die ga ik al helemaal niet laten zien. Dat is echt helemaal verschrikkelijk om te zien. Maar weten ze dat het vandaag de dag echt niet meer zou kunnen. Dat sommige van die experimenten zelfs de wet zouden breken als je dat nu zou uitvoeren. Dus dat kan echt niet meer gebeuren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om een stukje van de geschiedenis mee te krijgen van het eerste onderzoek naar liefde en relaties. Kijk maar eens mee. Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother.
Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Oh, he's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother and less than 1 hour a day on the wire mother. We had predicted that the variable of contact comfort would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing. Frankly, Doctor, if it comes to a choice between wire and cloth, it's reasonable to expect that any child will go to the cloth. It's a matter of creature comfort, like a baby with its blanket. But is this really love? Well, what do you mean by saying that a baby loves its mother? Certainly, one thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother. Now, Mr. Collingwood, wouldn't you say that if you frightened a baby, that it went running to its mother, was comforted, and then all the fear disappeared and was replaced by a complete sense of security, that that baby loved its mother? Now, in this experiment, this is the apparatus we use. That looks diabolical. That's just the way the baby monkey feels about it. Flashing eyes, loud sound, moving mechanical parts, all of these things are designed to frighten a monkey. Now here we have a peaceful, resting baby monkey. Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. What any child will do in a similar situation. He runs away. It's more than running away. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. All right. This gives us part of the picture of the strength of infantile love. This is a 6-foot square room with a few toys and other objects, but to the monkey, it's much more menacing. We know that when our own children are taken to a strange place without their mothers, they are often overwhelmed with fear. This room is just such a new and strange environment for the baby monkeys. No mother is in there. Now, let's put a monkey into the room. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now we'll take the baby monkey out and put in a wire mother. Now this one was nursed by a wire mother. That's right, all his life. She doesn't seem to help much. Now we'll try the same test with a cloth mother in the room. Psst.
You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection or security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he were seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First, his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this, new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Als toevoeging wil ik hierbij nog zeggen dat er later ook nog onderzoeken gedaan zijn bij deze jonge babyaapjes, waarbij ze helemaal geen moederfiguur in hun omgeving hadden. Dus ook geen stoffen moeder om zich aan vast te klampen. Niet eens hun echte moeder, maar ook niet eens een stoffen moeder. En de experimenten lieten toen zien dat de aapjes die helemaal alleen opgroeiden, die werden compleet onhandelbaar. Die kon je niet benaderen, die waren helemaal, helemaal out of control, helemaal onhandelbaar. Ook zeer ongepast gedrag, heel agressief, seksueel ongepast gedrag vertoonden ze. En ze konden ook nooit meer samengeplaatst worden met andere aapjes. Ze waren eigenlijk als het ware verloren. En deze jonge aapjes die stierven ook op een hele jonge leeftijd. Dus als je in die kernjaren, als je echt aan het opgroeien bent, niet omringd wordt door warmte en liefde en verzorging, ook al krijg je wel te eten en te drinken en kan je gewoon slapen, als je die warmte en genegenheid en liefde niet ervaart, ben je eigenlijk verloren als aapje. Maar dat geldt zeker ook voor andere dieren. Zo zien we dat vaak bij olifantjes in het wild. Is natuurlijk een groot drama dat er heel vaak olifanten gestroopt worden voor het ivoor. En wat nog een groter drama is, dat het dit vaak ook moeders betreft, moederolifanten, die dus hun baby's achterlaten. En die jonge olifantjes, die kunnen het helemaal niet alleen redden. Zelfs als ze het voor elkaar krijgen om te overleven, groeien ze dus ook op tot totaal onhandelbare olifanten. Ze kunnen ook geen aansluiting vinden bij de groep, vertonen ook zeer onaangepast gedrag, heel agressief gedrag en komen ook heel vroeg te overlijden. Dus als een moeder gestroopt wordt, overlijdt eigenlijk indirect ook haar kind op hele jonge leeftijd. Dus dat is een groot drama. En daarom zijn er gelukkig ook heel veel opvangcentra, bijvoorbeeld in Afrika en Azië, voor jonge babyolifantjes, om ze dus te omringen met liefde en warmte. Want dat is wat dieren nodig hebben. En natuurlijk niet alleen dieren, ook mensen. En mensen, we zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon dieren. Dieren die warmte en liefde nodig hebben. Dat hebben we als kind overduidelijk essentieel. Maar ook als volwassenen. Als we opgroeien, blijven we die behoefte aan liefde en warmte en sociaal menselijk contact hebben. En dit is heel mooi weergegeven in een van mijn favoriete films. Het is de film Castaway. Dat is alweer een aantal jaartjes oud. Als je hem nog niet kent, zou ik hem zeker aanraden om te zien. In deze film spoelt de hoofdpersoon, Chuck Noland, gespeeld door Tom Hanks, spoelt aan op een verlaten eiland. Want zijn vliegtuigje waar hij in zat, was een vrachtvliegtuigje, is neergestort. En in dat vrachtvliegtuigje zaten ook wat materialen, waaronder een volleybal. En hij strandt dus op een verlaten eiland en hij gaat in eerste instantie natuurlijk op zoek naar eten en manier van een soort van veilige slaapplek. Maar op een gegeven moment, als hij daar klaar mee is, dan loopt hij over dat eiland. Hij verveelt zich eigenlijk een beetje en hij ziet dan die bal liggen, die dus ook is aangespoeld op dat eiland. Hij pakt die bal op. Hij heeft een beetje een bloederige hand, omdat hij zich bezeerd heeft. En daarmee maakt hij een afdruk op de bal en hij tekent daar een gezichtje op. En er gebeurt iets interessants in de film. Hij begint namelijk te praten tegen die bal. In eerste instantie een beetje uit, ja, waarom niet? Hij verveelt zich kapot en hij gaat een beetje tegen die bal aanpraten. Maar na verloop van de film word je eigenlijk een beetje ingezogen en zie je dat hij als het ware een relatie opbouwt met een volleybal. Hij noemt die volleybal Wilson en hij overlegt met die volleybal hoe ze kunnen ontsnappen van het eiland. Op een gegeven moment wordt hij ook heel erg boos op Wilson. Dat zie je hier op de foto. En wat deze film heel mooi laat zien is dus die diepgaande behoefte van mensen aan menselijk contact. En als wij geen menselijk contact hebben, dan doen wij wat er nodig is om onze gezondheid te waarborgen. En Chuck deed dat door een vriend te creëren, een vriend te maken. En dat is eigenlijk een hele slimme manier om toch het gevoel te hebben dat jij
sociaal contact hebt. En om op die manier ook jouw mentale gezondheid te waarborgen. Nou, dat wij die diepgaande behoefte hebben aan menselijke contacten is ook gesteld in de need-to-belong-theorie die in 1995 is ontwikkeld door Baumeister en Leary. Eigenlijk best wel laat, en dat geeft eigenlijk ook alweer aan hoe jong dit veld nog is. Hè. Die need-to-belong-theorie die stelt dat mensen een basisbehoefte hebben aan diepe, liefdevolle relaties met anderen. En deze behoefte aan liefde en genegenheid staat zelfs derde in de hiërarchie van menselijke behoeftes. Direct na fysieke behoeftes, zoals eten en drinken en slaap, en de behoefte aan veiligheid. Dus we willen eerst eten, drinken, slapen, dan willen we veilig zijn en vervolgens willen wij menselijk contact. Zo belangrijk is dat voor ons in de overleving. En als wij daaraan voldoen, dan zijn we gelukkiger en gezondere mensen. Nou, die need-to-belong-theorie die bestaat uit verschillende aannames. De eerste is de evolutionaire basis. En dat wil zeggen dat mensen dus gewoon zo gebouwd zijn. We zijn voorgeprogrammeerd om relaties aan te gaan met anderen. En dat hebben we natuurlijk in deze cursus voortdurend gezien. Wij zijn sociale wezens. We zijn voortdurend bezig met onze positie, onze rol in groepen. We zijn bezig met het lezen van andermans emoties. Daarom hebben we taal ontwikkeld en kunnen we zo uitstekend communiceren met elkaar. Dat komt allemaal omdat wij die behoefte hebben aan contact met anderen. En wij zijn geen solo-dieren. We kunnen niet helemaal alleen leven. Zelfs niet als jij in een individualistische cultuur opgroeit, zoals Nederland ook is en bijvoorbeeld de Verenigde Staten, individualistische culturen. Mensen zien zichzelf als losstaande eenheid. Ik ben autonoom, ik ben een autonoom persoon. Dan nog ben je niet echt autonoom, want je hebt nog steeds andere mensen nodig. Dat heeft iedereen. Iedereen op de wereld heeft die behoefte aan contact met anderen. En als we dat niet hebben, dan zijn er ernstige negatieve gevolgen als die need to belong niet wordt vervuld. Nou, die ernstige negatieve gevolgen, daar zijn heel veel bewijzen van. En ik denk dat we allemaal wel weten uit eigen ervaring dat het heel erg onprettig is als je het gevoel hebt dat andere mensen niet om je geven. Dat je geen contact kan maken met andere mensen. Dat is misschien ook wel de reden dat 2 op de 3 mensen in relaties, in liefdesrelaties, de silent treatment, talk to the hand, wel eens gebruiken om hun partner te straffen. Dus 67% van de mensen doet dat wel eens. Dus je partner, in plaats van dat je heel boos wordt of gaat vloeken of schelden of met deuren gooien, nee, je gaat gewoon die ander doodzwijgen. En dat is super vervelend en zelfs pijnlijk. Het blijkt zelfs uit onderzoek, hersenonderzoek, dat de pijngebieden in je brein actief worden op het moment dat je buitengesloten wordt door anderen. Dat gebeurt al als je buitengesloten wordt door mensen die je helemaal niet aardig vindt. Maar het wordt dus gebeurt nog veel meer als je buitengesloten wordt door de mensen om wie je juist het allermeeste geeft. En we gebruiken dus dat buitensluiten soms wel eens in onze relaties. Ook in onze relatie met kinderen. Zo worden kinderen natuurlijk al van oudsher wel eens op de gang gezet, worden naar een kamer gestuurd als ze stout zijn. Als straf, als manier om te laten zien van je mag nu even niet bij ons, want je bent stout geweest. Nou moet ik toegeven dat ik zelf ook wel eens die neiging heb om mijn zoontjes naar hun kamers te sturen, lekker rustig. Maar ik ben daar wel heel voorzichtig mee. Juist omdat ik weet hoe heftig die impact is op sociale exclusie, op buitensluiting, vooral op hele jonge kinderen. Dus als ik mijn jonge zoontjes wel eens een keer straf, dan zet ik ze misschien in de hoek van de kamer, maar nooit buiten mijn gezichtsveld. En ik zorg altijd dat ze nog interactie met mij kunnen hebben. En dan ook maar heel kort, zodat ze wel weten van dit is een korte straf. Om te laten merken van dit is iets, je hebt iets gedaan wat echt niet mag. Maar nooit zo heftig als het in het verleden wel eens gedaan is, dat kinderen echt opgesloten worden in het kolenhok bijvoorbeeld. Nou, dat is iets waarvan we nu weten, dat kan absoluut niet. Heel erg veel emotionele schade breng je dan je kind toe. En ook problemen met de hechting, daarover later meer. Natuurlijk gebruiken we het niet alleen maar in relaties, maar ook door formele instanties, zoals gevangenissen, wordt natuurlijk die sociale exclusie gebruikt. En de Verenigde Staten en ook andere gedeeltes van de wereld zijn er ook gevangenissen waarin gevangenen leven in eenzame opsluiting. Dat wil zeggen dat ze in een cel zitten zonder enig contact met anderen. Niet met andere gevangenen, maar ook zelfs niet eens met gevangenisbewaarders. En daarin, uit onderzoeken bij die mensen, is ook vastgesteld dat dit heel heftig is. Dat het heel veel emotionele trauma's met zich meebrengt. En die gevangenen kunnen gaan lijden aan hele ernstige depressies,
kunnen ook in psychose raken, paranoïde worden. En veel gevangenen gaan ook hallucineren in hun cel. En ze hallucineren om menselijk contact te simuleren. Dus ze gaan eigenlijk, hun brein gaat mensen zien. Dus ze gaan mensen voor zich zien, daar gaan ze ook mee praten. En eigenlijk een beetje zoals Chuck, die Wilson creëerde, gaan zij ook mensen creëren, omdat dat zo'n diepgaande menselijke behoefte is. Nou goed, dit is ook eigenlijk het antwoord op een van de vragen die ik heb gesteld in het eerste college. Die vraag was, waarom voelt het zo naar om buitengesloten te worden? En waarom is dat zo'n heftige impact, vooral ook als je opgroeit? Nou, dat heeft er dus mee te maken dat gewoon voor een mens verschrikkelijk veel pijn doet als je buiten de groep valt en doodgezwegen wordt en ernaast valt. Omdat je dan niet meer voldoet in jouw need to belong, in jouw behoefte aan contact met anderen. Nou, je hoeft niet in eenzame opsluiting te zitten of in een gevangenis te zitten om het gevoel te hebben dat jij geen contact hebt met anderen. Heel veel mensen hebben last van eenzame gevoelens. En eenzaamheid is een heel groot maatschappelijk probleem. Als jij eenzaam bent, en misschien ben je zelf ook wel eenzaam, want eenzaamheid is iets wat heel veel voorkomt, ook onder studenten, dan brengt dat veel gevaren met zich mee. Als jij langdurig eenzaam bent, en dan heb ik het echt over chronische eenzaamheid die soms wel jaren duurt, dat jij voortdurend het gevoel hebt van, ik heb eigenlijk geen sociale contacten met mensen die echt om mij geven en om wie ik ook echt geef, dan is dat een risicofactor voor depressie, voor verslavingen, hart- en vaatziekten. En je komt zelfs te eerder te overlijden, blijkt uit een longitudinaal onderzoek. En er is zelfs een onderzoek geweest dat gaat over dat hart- en vaatziekten. Dan wordt er gekeken naar de voorspellers van een hartaanval. En dan was eenzaamheid een belangrijkere voorspeller voor een hartaanval dan roken. Dus in zekere zin kan je beter roken dan dat je eenzaam bent als je het hebt over risico op een hartaanval. Nou, het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat ik jullie aanmoedig om te gaan roken, maar het geeft meer aan hoe belangrijk dus dat contact met anderen is voor onze gezondheid. Niet alleen onze mentale gezondheid, ook onze fysieke gezondheid. Nou, als je dit allemaal hoort, dan kan ik me voorstellen dat het misschien best verontrustend is. Misschien kijk je hiernaar en denk je, ja, maar ik ben zelf eigenlijk ook best wel eenzaam. En er is een vrij grote kans dat je dat bent, omdat we weten uit onderzoek dat dus eenzaamheid aan het toenemen is. Ook eenzaamheid bij jongeren. Vooral natuurlijk ook door de pandemie zijn die gevoelens van eenzaamheid vergroot en gevoelens van stress ook. En het blijkt zelfs dat 80% van de studenten wel eens gevoelens hebben van eenzaamheid. Dus dit is een thema wat jullie waarschijnlijk heel erg raakt. En misschien ken je ook wel mensen in je omgeving die te maken hebben of last hebben van gevoelens van eenzaamheid. Nou, als dat nou geldt voor jou of je bent geïnteresseerd in het onderwerp, dan wil ik je uitnodigen om nog naar het volgende filmclip te kijken. Geen verplichte lesstof, maar gewoon verdieping. En juist voor diegenen die misschien te kampen hebben met gevoelens van eenzaamheid, wat je gaat zien is een gesprek tussen een onderzoekster hier aan Tilburg University, Dr. Gerine Lodder. Zij is gespecialiseerd in eenzaamheid juist onder jongeren. En studentpsycholoog Margreet van Laarhoven. En zij praten over dit belangrijke thema. En misschien heb je er nog iets aan om advies te krijgen hoe om te gaan met je eigen gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid is niet één ding. Hè? Dus het is niet dat iedereen hetzelfde mist als hij zegt ik ben eenzaam. Een belangrijk advies, denk ik, voor studenten die zich eenzaam voelen, is praat erover. Ja. Heel veel mensen denken dat eenzaamheid voor jongeren niet echt een issue is. Want zeker voor studenten, van die zijn toch op de universiteit en dan ben je de hele dag onder de mensen. En iedereen is bij studentenclubs, dus daar speelt dat toch niet echt. Maar dan haal je eigenlijk alleen zijn en eenzaam zijn door elkaar. Want eenzaamheid gaat echt om een subjectieve ervaring. En dat kan ook bijvoorbeeld zitten in het missen van kwaliteit van contact. Hè. Dus ik heb wel iemand, maar ik kan er niet echt bij terecht om mijn problemen te vertellen bijvoorbeeld. Of ik heb niet echt dat diepgaande contact wat ik wel zoek. En die vorm, dat zien we bij studenten en bij jongeren ook heel veel terug. En het is echt een misverstand dat dat iets is van ouderen of dat dat onder jongeren niet zou spelen of minder zou spelen. Nou, wij spreken als studentenpsycholoog natuurlijk voornamelijk studenten die ergens mee worstelen, ergens in vastlopen. Dus ja, wij spreken ook studenten die te maken hebben met eenzaamheid.
En wat mij ook opvalt, want je noemde, ze zijn toch toegerust met vaardigheden. De omstandigheden zijn gunstig. Maar ze staan ook voor veel uitdagingen, is wat wij zien. Met name als ze nieuw zijn in de stad, dan hebben ze te maken met een nieuwe omgeving. Missen ze hun vertrouwde netwerk voor steun. En ze krijgen er ook een hoop verantwoordelijkheden bij. Want behalve studeren, sociale contacten en eventueel werk, moeten zij ook ineens hun dagen zelf structureren. En bijvoorbeeld huishoudelijke taken komen er ook bij. En dat, ja, dus er komt echt wel meer bij kijken dan je denkt. Ja, dat zien we ook zeker in onderzoek terug inderdaad. Dat juist die overgangsperiodes ook periodes kunnen zijn waarin dingen als eenzaamheid getriggerd worden. En niet per se dat dat voor iedereen problematisch is. Want soms is dat ook wel van voorbijgaande aard. Maar wel dat dat echt toeneemt dan. En die jonge volwassenheid is natuurlijk ook een tijd waarin je helemaal je identiteit gaat vormen. En waarin je door contact met anderen, ja, erachter komt wie je bent eigenlijk. Hè? Ja. Dus die sociale relaties zijn super belangrijk. En als daar dan iets misgaat, ja, dan kan dat ook best wel impact hebben op het leven van jongeren. Ja. We hebben ook onderzoek gedaan in het algemeen naar wat werkte tegen eenzaamheid, maar ook in corona wat er daar nuttig was. En wat daarbij heel belangrijk is om te beseffen is dat eenzaamheid is niet één ding. Hè? Dus het is niet dat iedereen hetzelfde mist als die zegt ik ben eenzaam. De een zoekt misschien een romantische relatie of mist dat heel erg. De ander heeft echt een groepje nodig om dingen mee te doen. Of het gevoel van ik hoor erbij hier. En de ander zoekt meer een intiemere vriendschap. Dus wat je mist verschilt van persoon tot persoon. En waar dat door komt of wat de problemen zijn die het in stand houden, verschilt ook weer van persoon tot persoon. Dus er is niet één oplossing. En dat betekent dat het heel goed is en zoveel is om na te denken over van hey, maar hoe lang speelt dit nou eigenlijk? En wat zijn nou de dingen die mij daarin tegenhouden? En om op basis daarvan te kijken van hey, kan ik daar wat mee? En we zagen tijdens corona ook dat mensen die meer verschillende dingen probeerden, dus die bijvoorbeeld zowel spelletjes gingen doen online als misschien wat vaker naar hun moeder belden buiten gingen wandelen en die veel verschillende dingen deden, dat beter werkte dan mensen die heel erg op één ding leken te focussen. En wat belangrijk is praten over. Het is een onderwerp waar veel mensen zich voor schamen, maar ja, het is goed om daar wel over naar buiten te hebben. Bijvoorbeeld bij een studentenpsycholoog of bij een huisarts als het al wat langer speelt. En ga echt proberen om dat actief aan te pakken. Actief te werken aan die sociale spier die je in beweging moet houden. En actief bezig te zijn om je relaties te onderhouden. Want hoe actiever je dat doet, hoe kleiner de kans dat er langdurige problemen door ontstaan. Ja, nou daar sluit ik me eigenlijk bij aan. Ik denk hetgene wat ik daarover kan zeggen is ongeveer vergelijkbaar dat het wisselt per student wat de behoefte is. En wat wij als studentenpsychologen doen is inderdaad samen met een student het gesprek aangaan en kijken van ten eerste welke mogelijkheden zijn er. En wat daarvan past bij jou. Hè? Want je kan natuurlijk lid worden van een studievereniging. Maar sommige studenten, daar is dat te grootschalig bijvoorbeeld voor. Of kost het te veel tijd. Terwijl ze ook het heel belangrijk vinden om genoeg tijd over te houden om te studeren. Hè, dus dan bespreken we bijvoorbeeld, ook al wil jij optimaal studeren, je hebt toch tijd nodig voor pauze. Dus misschien kan een kopje koffie met iemand drinken, een uurtje, een mooie combinatie zijn van eventjes pauze nemen en toch ook een contact hebben. Dus daarin gaan we echt op zoek naar een passende vorm voor de persoon. Ja. Een belangrijk advies, denk ik, voor studenten die zich eenzaam voelen, is praat erover. Ja. Want dat is eigenlijk de eerste stap. Degene met wie het bespreekt zal niet 1, 2, 3 de oplossing voor jou hebben. Maar het helpt al om te delen. En samen kun je daar wel over nadenken van welke mogelijkheden zijn er, wat past bij mij. En ook heel belangrijk is eigenlijk om daarin de lat niet te hoog te leggen, je verwachtingen niet te hoog te leggen. Want ja, het gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat jij een contact initieert en dat het eigenlijk op niks uitloopt. Dus dat is ook heel normaal. Ja, zeker. Ja.
Ja, en ik vind het ook nog wel belangrijk om te zeggen dat los van corona, ook voor corona, waren er echt al studenten met ernstige eenzaamheidsproblemen. En voor mensen die eigenlijk van zichzelf ook weten van ja, dit is niet iets van het afgelopen jaar sinds ik ben gaan studeren, maar misschien was het op de middelbare school ook al wel. En dit is gewoon wel een probleem dat ook bij mij hoort. Ja, dan is er misschien ook gewoon meer nodig. En dan is advies als van, oh, ga gewoon bij een vereniging of zo. Dat werkt dan niet, want dan zijn er echt dingen die dat in de weg zitten. Bijvoorbeeld wat we heel vaak zien bij mensen die chronisch eenzaam zijn, dus die echt langdurig eenzaam zijn, is dat negatieve gedachtenpatronen dat heel erg in stand houden. En dan is ja, dat echt serieus nemen en daaraan werken is wel belangrijk. En wat goed is om te weten dan misschien, is uit onderzoek blijkt wel dat het ook werkt. Dus dat het aanpakken van eenzaamheid kan. Het is niet een verloren zaak als het nou eenmaal iets is wat jij al langer hebt. Ja. Dat is echt iets waar je ook in vooruit kan gaan. Dus dat is misschien goed om te weten. Ja.